Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met wat wolken hier en daar, en enkele bui, maar ook met opklaringen. Er ligt alleen wel weer bewolking voor ons klaar boven Noord-Frankrijk en boven België. Die wolken die breiden zich uit. Er valt ook een enkele bui in de ochtend, maar op veel plaatsen is het eigenlijk toch wel droog. Vanmiddag neemt de buienkans echter weer toe en dan zou er tegen de oostgrens wel weer onweer bij kunnen zitten. De wolkenvelden hebben we hier en daar, soms een beetje zon. En temperaturen tussen de 20 en 24 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noordwesten, neemt tijdelijk toe naar windkracht 5. En vanavond begint hij alweer iets af te nemen. En vanavond is er dan nog een enkele bui, ook wolkenvelden. En hier en daar een enkele opklaring, dan met temperaturen van zo'n 17 graden. Morgen loopt de temperatuur op tot 19, misschien lokaal 20 graden. Hier en daar een beetje zon. De kans daarop is het grootst in het zuidwesten van het land. En de kans op regen is het grootst in het oosten en noordoosten. Maandag dan ook nog een dag met wat buien neerslag, en ook dinsdag en woensdag durf ik het nog niet helemaal droog te beloven. Het wordt alleen wel beter, want de zon krijgt in de loop van de periode meer ruimte en de temperaturen beginnen langzaam, maar zeker aan een oplopende lijn. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.